ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting voor HAVO en VWO bovenbouw. Het is handig als je eerst de celcyclus hebt gekeken voordat je hier aan begint. Maar op zich kan je hem ook wel zo kijken, maar het is eigenlijk de tweede in de serie. Waarom is een kruising tussen een paard en een zebra eigenlijk onvruchtbaar? En ik heb als voorbeeld ook een ezel genomen. Maar waarom zijn die beestjes onvruchtbaar? Meldieren of dit soort beestjes wat je hier ziet. Waarom zijn die onvruchtbaar? Nou, dan moet je eerst wat weten over voortplanting. We kennen twee vormen, ongeslachtelijk en geslachtelijk. En ongeslachtelijk is eigenlijk zonder seks. Een belangrijk proces is mitose daarbij, een gewone celdeling. Een gewone celdeling, als het ware, er ontstaan dus nieuwe individuen door gewone celdeling. Er groeit als het ware gewoon een mini-mi aan je arm of zo. En dan is dat een nieuw kindje geworden met dezelfde genetische informatie als jij. Ongeslachtelijk mitose. Geslachtelijke voortplanting is eigenlijk met seks. Nou, tussen aanhalingstekens, want bij planten kun je niet echt spreken over seks natuurlijk. Maar je hebt in ieder geval een mannetje en een vrouwtje nodig. Op een of andere manier. Ook daar zit heel veel variatie in. Als er maar twee geslachtscellen kunnen versmelten. Geslachtelijke voortplanting. Meiose is daarbij een belangrijk proces en dat wordt ook wel reductiedeling genoemd. En dus als je een plant neemt, dan zie je hier de geslachtsorganen van een plant waar je dan je neus in stopt van die bloem. Dat is geslachtelijke voortplanting. Nou, ongeslachtelijke voortplanting bij planten, heel bekend. We kennen bollen, ondergrondse verdikte bladeren, knollen, verdikte ondergrondse stengels. Wortelstokken, uitlopers. Wortelstok en uitloper is eigenlijk hetzelfde, alleen één boven de grond, ander onder de grond. Stekken of gewone deling. Maar ook bij dieren kennen we ongeslachtelijke voortplanting. Zoals hier bij die plant, als het ware ongeslachtelijk door mitose kleine kindjes aangroeien en loslaten en zelfstandig doorgaan. Zo hebben we ook zoiets bij bepaalde holtedieren en kwallen. Zo ontstaan een soort schijfjes, budding of zo noem je dat. En ja, zo'n knopje en zo'n schijfje groeit weer uit tot een nieuw individu. Ook zelfs hagedissen zijn er bepaalde soorten bekend die ongeslachtelijk voortplanten. Hoe cool. Dus niet alleen bij planten. Bacteriën natuurlijk gewoon deling, dat kennen we wel. Nou, waarom dan ongeslachtelijk? Er zijn heel veel nadelen aan seks. Je hebt namelijk twee geslachten nodig, dat is onhandig. Je moet een mannetje, moet een vrouwtje vinden. Nou, sommigen zijn er heel erg lang mee bezig om dat te doen. Haarkam en zo. Allemaal maar doen. Populatiegroei gaat veel langzamer dan als je zelf zou kunnen voortplanten. De bevruchting kost heel veel tijd en energie. En ook het partner zoeken en zo, dat soort dingen, is heel erg gevaarlijk. Je loopt te kwaken. Nou, die reiger hoort dat ook. Of die vleermuis, of wie dan ook. Zelfs een relatie onderhouden is soms gevaarlijk. Vriendje jaloers, bij de eerste tekenen dumpen die gozer. Want jaloerse mensen zijn gevaarlijke mensen. Ook trouwens andersom bij vrouwen. Beetje jaloezie is leuk, maar jaloerse mensen ver van weg blijven. Zeer gevaarlijk. Populatiegroei gaat langzamer geslachtelijk. Heeft gewoon met het aantal dat je nodig hebt voor geslachtelijke voortplanting is altijd twee. Kunnen er twee produceren. En bij ongeslachtelijk kan één er twee produceren. Dus het reproductiegetal is gewoon veel groter. Nou, het maken van al die gameten kost onwijs veel energie. Gemeten een beetje duur wordt, maar bijvoorbeeld eitjes en spermacellen. Er wordt nogal wat sperma verprutst en verkwanseld. Ook heel veel eieren worden, nesten worden leeggeroofd. En worden dus eigenlijk voedsel voor vele predatoren. Kost allemaal heel veel energie. Er zijn ook voordelen van seks, want anders zou het niet bestaan. Sterker nog, de allerbelangrijkste voordeel is variatie. Het ontstaan van variatie is knetterbelangrijk voordeel van seks. Zo niet het belangrijkste idee van seks is variatie. Ook in deze tijd, de een kan wel tegen corona en de ander niet. Variatie, je ziet het op alle niveaus, bij alle dieren, in alle jaarlagen. Variatie is belangrijk. Nou, variatie bij ongeslachtelijke voortplanting ontstaat natuurlijk ook. Maar dat is dan variatie eigenlijk op basis van mutaties. En dat kan wel eens 10.000 generaties duren voordat er bijvoorbeeld een antibiotica resistentie ontstaat. Nagenoeg geen variatie ontstaat er dus bij ongeslachtelijke voortplanting.
Bij geslachtelijke voortplanting ontstaat er veel meer variatie, omdat we daar het begrip recombinatie kennen. Door recombinatie van genen krijg je alleen al op basis van één gen hier kijk, dus één allel kijk en ik heb twee partners, zie je hier al een variatie van vier types per allel. Dus oneindig veel variatie als je naar veel meer allelen gaat kijken. Dus dat is toch echt wel het grote voordeel. Heeft een organisme het dus slecht, dan gaan ze meestal over op geslachtelijke voortplanting. Wil die veranderen geslachtelijk, wil die niet veranderen ongeslachtelijk. Dus als de milieuomstandigheden veranderen, kan geslachtelijk wel eens handig zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte. Hier zie je ook bijvoorbeeld dat na 10.000 generaties er wel eens spontaan antibiotica resistentie tegen antibiotica A kan ontstaan. Maar ja, als je dan tegen twee antibiotica resistent wil zijn, ja, dan moet je misschien nog 10.000 generaties wachten. Dan is het dus de kans dat dat samenkomt, ja, het is gewoon 1 op 100 miljoen of zo, dat je beide resistentie hebt. Dus dat is gewoon heel erg traag. En bij geslachtelijk zouden de ene die antibiotica resistentie A heeft en de andere die B heeft, als die een alliantie sluiten en samen kinderen gaan maken, dan ontstaan er natuurlijk ook bij die variatie kinderen die zowel tegen A als B kunnen. En dat gaat natuurlijk vele malen sneller. Die rotzakken die doen dat ook door genen uit te wisselen. Hey, ik kan tegen A. Oh, wil je wat van mij? Ah, mooi, weet je. Die duwen hun resistentie in een andere bacterie. Door uitwisselen van chromosoom. Van genetisch materiaal. Nou, hoe dan ook, het aantal chromosomen verschilt heel erg per soort. Maar wat opvalt is dat het altijd een even getal is. Dus omdat het een versmelting is van twee. Eén bij de ander samen is dat dus altijd even. Geslachtscellen kunnen oneven of even zijn. Maar lichaamscellen zijn altijd even. En ik wil dat je even let op het ezeltje en het paardje in verband met de vraag in het begin. Een ezel heeft 62 chromosomen, een paard 64. Later meer hierover. Maar goed, om te kunnen versmelten moet je dus eerst cellen maken die dus de helft bevatten. Maar wel alle informatie bevatten. Dat noem je haploïde cellen en dat zijn de geslachtscellen. Wel alle informatie, n is 2. En als die versmelten heb je 2, n is 4. En n staat dus voor het aantal verschillende chromosomen. Een eicel en een spermacel, een duidelijk verschil. Eicel veel groter, kwaliteit, spermacel kwantiteit. Maar om die te maken heb je dus meiozen nodig. Hier zo zie je een cel met 2, n is 4, n is 2. En die, om daar vervolgens geslachtscellen van te maken, hebben we een meiozenproces nodig. En die bestaat uit twee belangrijke stappen. De eerste stap is meiose 1. En bij meiose 1 gaan de chromosomen paren uit elkaar. Je ziet hier trouwens dat het mooie x's zijn, even in verband met de vorige video over de celcyclus. Voordat dit proces begint, is dus altijd het erfelijk materiaal verdubbeld en de chromosomen bestaan nu uit twee chromatiden voor elke deling, ook meiotische delingen. Hoe dan ook, ik vind dit niet heel erg duidelijk. Ik vind het hier niet echt chromosomen paren. Dus ik heb even wat zitten manipuleren. Huppatee, dit vind ik veel duidelijker. Nu zie je heel duidelijk, de paren moeten eerst uit elkaar. Dat noem je meiose 1. Bij meiose 2 gaan de chromatiden nog even uit elkaar. Dus die worden losgetrokken en zo ontstaan er 4 haploïde cellen. Mitose en meiose even schematisch. Je begint bij mitose dus met 2N en je eindigt met 2 cellen met 2N. En bij meiose begin je met een cel met 2N, zoals altijd met elke deling begint. Die vervolgens worden gesplitst. En hier zo gaan trouwens nog de chromatiden uit elkaar. En zo krijg je dus altijd 4 geslachtscellen. Bij de man gebeurt dat allemaal in het mannelijk geslachtsorgaan. Laten we even naar kijken. Ik had hier een plaatje van een piemel, maar ben ik bang dat YouTube mij eruit gooit. Dus dat doe ik maar even niet. Hoe dan ook, dit is allemaal leerwerk. Je moet kennen de urineblaas enzovoorts. Nou, ik focus even op een paar dingen. De tilballen, daar wordt het sperma gemaakt. De spermacellen, moet ik zeggen. In de bijballen worden de spermacellen opgeslagen. Dan hebben we de zaadleider. De zaadleider, dus vanaf de bijballen, via de zaadleider gaat het sperma via de zaadblaasjes, die zaadblaasjes vocht produceren, richting
langs de prostaat, die ook vocht produceert. Hier zo bij de zaadblaas wat fructose, dus als het ware de benzine voor die spermacellen. Spermacellen hebben veel mitochondrium en die brandstof is fructose. Ook hier zo de prostaat, ook een klier, de voorstandklier ook wel genoemd. Die is, produceert wat basisvocht. En dat basisvocht is heel belangrijk, want als de sperma in de vagina komt, nou, super gevaarlijk daar, super zuur. Basismilieu, dat vocht zorgt voor wat neutralisatie. Dan komt het goedje, vanaf dit moment komt het in de urinebuis. En de urinebuis, dat is ook de plek waar dus plas langs komt. En dus dat mag trouwens nooit mengen, want dat is ook weer giftig. Dus op het moment dat er erectie is, zeg maar, dan gaan de zwellichamen zich vullen met bloed. Dan wordt in principe bij de zaadlozing wordt de urine afgesloten hier. Hoe dan ook, de urinebuis, erectie. Er is vaak nog wat sprake van voorvocht. Dat is het vocht uit de zaadblaasjes en de prostaat. In wezen maakt dat de urinebuis wat schoon. En dat is volkomen normaal bij seksuele opwinding, zeg maar. En sperma is dus een mixje van drie. Nou, de productie van de zaadcellen gebeurt natuurlijk in de tilballen. Je hebt van die zaadkanaaltjes. Bij het hoofdstukje over hormonen gaan we daar nog wat meer over vertellen. Want het gaat natuurlijk allemaal onder invloed van hormonen. Nou, de spermatogenese, even als volgt voorgesteld. We kennen de primaire spermatocyte, die zie je hier zo. En die is nog 2N. Dan heb je de secundaire spermatocyte, die zit hier, die is nog N. En vervolgens ontstaan 4 spermatiden, die zie je hier zo. En uiteindelijk 4 zaadcellen. Nou, hoe moet je dat nou voorstellen? Dan pak ik even het plaatje van meiosis erbij, even op zijn zijkantje gezet. We hebben eerst die primaire spermatocyte. Dat is nog gewoon, hier zo zie je, 4 chromosomen. Hè? Dus 2N chromosomen, nog gewoon. Dat is deze hier. Dan vervolgens die secundaire spermatocyte. Dan is dus eerst die meiose 1 geweest. En dan zijn dus de chromosomen paren uit elkaar. En dan heb je dus de helft van de informatie, dus inderdaad N chromosomen. En vervolgens moeten die chromatiden nog uit elkaar. En dan krijg je dus 4 spermatiden, dat zijn deze hier. Met ook N-chromosomen ieders. En uiteindelijk komt er nog een staartje aangemeten. De specialisatie nog eventjes. En dan heb je 4 zaadcellen. Die eerste primaire spermatocyte die moet natuurlijk ook eerst gemaakt worden. Ook door gewone celdeling. Want die spermatocyten, die primaire, die raken dus op. Die raken op. Want die worden dus, zie vorig filmpje, die worden dus verbruikt. Dus die moet je eerst maken door mitose. Dan krijg je gewone mitose en dan vervolgens gaat die spermatogenese op gang komen. Goed, meiose 1, dat is dan meiose 2. Hier gaan de chromosomen paren uit elkaar. Meiose 1, meiose 2, de chromatiden uit elkaar en ontstaan dus de 4 spermatiden. Nou, bij vrouwen gebeurt er ook iets. Nou, hier heb ik een plaatje van de clitoris. Ik vond dit in een PowerPoint, vond wel leuk. Niet erg shocking, zeg maar. Maar hoe dan ook, tussendoor zie je nog de schaamlippen. En het is niet heel erg duidelijk plaatje. Maar hoe dan ook, de grote schaamlippen kennen we en de kleine schaamlippen. En de clitoris. Clitoris zit hier bovenaan, is als het ware hetzelfde weefsel als de eikel bij de man. Zeer gevoelig. Dus ja, vrouwenbesnijdenis is gewoon een verminking. Want het is alsof je bij de man de eikel eraf snijdt. Nou, verbieden dus. In de gevangenis met die gasten die dat doen. Belachelijk. Eigenlijk niet te geloven. Ongelooflijk vreed. Hoe dan ook. Hier zo zie je een ander plaatje. Daarbij de grote schaamlippen en de kleine schaamlippen. En de clitoris hier bovenaan. En hier zo zie je heel mooi duidelijk de ingang zo van de urinebuis en de blaas. En hier zo zie je de vagina en de baarmoedermond en de baarmoeder. En hier achteraan de ingang van de anus en de endeldarm, zeg maar. Zo ziet dat eruit van opzij. En dan hier wat minder duidelijk de ovaria. Kijken we even naar dit plaatje uit je boek. Iets duidelijker hier kunnen we de focus even op de eileiders en de eierstokken hebben. En de eierstok gaan we even inzoomen en dan zie je hier belangrijk een follikel met een primaire eicel.
En vervolgens gaat die rijpen, zoals het heet. Dus er ontstaat een blaasje met vocht. Die wordt groter en groter. En uiteindelijk onder invloed van hormonen, ander filmpje, knalt het open en knalt de eicel eruit. En die eicel die wordt vervoerd door de eileider, de trilhaarcellen, richting de baarmoeder. Maar meestal komt die daar nooit aan, tenzij die onderweg bevrucht wordt. Hoe dan ook, die vormen van de eicellen, oogenese ook wel genoemd, is eigenlijk wel heel bijzonder. Want voor de geboorte liggen al die primaire eicellen al klaar. Dat zijn dus de primaire eicellen, nog gewoon 2N. Dan gaat er een lange tijd overheen. En dan komen we in de puberteit en dan komt er vanaf dat moment elke maand een eitje vrij. Elke maand wordt er dus een meiose 1 afgerond en ontstaat er een pollichaampje en een secundaire eicel. Nou, dus we hebben hier de secundaire eicel. Niet een heel mooi plaatje, want bij meiose 1 gaan de chromosomen paren uit elkaar. En ik zie hier al chromatide, dus dat klopt niet helemaal dit plaatje. Maar hoe dan ook, de chromosomen paren gaan uit elkaar en de helft van die erfelijke informatie, dus de chromosomen gaan in een pollichaampje. En dat is het moment dat zeg maar de vrouw vruchtbaar is. Pas als er een spermacel bij komt en die dringt ook werkelijk de eicel binnen, pas dan wordt meiose 2 afgerond. Dus dan gaan de chromatiden nog uit elkaar. En dan wordt, hier klopt hij wel, de resterende erfelijk materiaal gaat in het pollichaampje. Ja, dus er wordt een tweede pollichaampje gevormd op dat moment. Er ontstaan eigenlijk 4 cellen. 3 niet-zeggende en 1 hele grote. Dus als het ware, pas op echt moment van bevruchting, krijg je dus hier die chromatide en chromosomen vormen. Maar ook de spermacel er weer bij is gekomen, ook weer met N. En dan heb je dus gelijk een bevruchte eicel van 2N chromosomen. En het pollichaampje is eigenlijk alleen maar om het erfelijk materiaal af te voeren. Nou, bevruchting schematisch gezien een beetje ziet er zo uit natuurlijk. Hè. De cellen van de vrouw uiteindelijk vormen die een eicel. Hè. 46 chromosomen, 46 chromosomen, 23 chromosomen of 2N, 2N, N. Ook bij een man 2N, 2N, N. De zaadcel en de spermacel komen bij elkaar. De zygote is weer 2N, oftewel 46. En het lichaamscel van een kind bevat 46, oftewel 2N chromosomen. Maar wel mooi, 1 van vader en 1 van moeder van elk setje. Hoe dan ook, de spermacel die binnen wil dringen bij een eicel is nog best wel ingewikkeld. Want die moet dus als het ware een aantal lagen door. Er zitten wat voedingscellen omheen om die eicel. En dan hebben we hier nog een soort geleilaag. Daar moet hij ook helemaal doorheen breken. Dan moet hij dus enzymen voor hebben. Er kunnen ook allerlei dingen mis zijn bij mannen als ze die enzymen niet hebben. Ja, dan ben je dus onvruchtbaar als man. Nou, en uiteindelijk bereikt hij die zona pellucida. Dat is het bevruchtingsmembraan. Dat is een soort fotofinish. Als hij die heeft bereikt en doorbroken heeft, dan pas komt hij binnen. En dan wordt die meiose 2 afgerond. En verliest trouwens de spermacel ook zijn staart. Nou, hoe kan het nou dat die zebra en de paard eigenlijk onvruchtbaar zijn? Ik pak even een voorbeeld van de ezel erbij, want daar weet ik zeker dat dat klopt. In die tabel 62 chromosomen. Een paard heeft 64 chromosomen. Geslachtscellen van die ezel 31, van het paard 32. Als je die samen versmelt, dan heb je dus 63 chromosomen bij het nageslacht. Dus dit beestje bijvoorbeeld zal wel eens 63 chromosomen kunnen hebben. Maar hoe kun je dan in godsnaam opnieuw geslachtscellen maken? Want dan moet je dus 31,5 chromosoom in een spermacel stoppen of zo. Dat is nooit compleet, dus onvruchtbaar. Tot zover. Dat is trouwens ook bij een zebra en een paard zo.